Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Monsters Infinity. Of Disney Infinity, Monsters University. Dat was hem. En, lijkt een beetje op elkaar. En we gaan een uitdaging doen die nieuw is gekomen. Het is een paintball uitdaging. Jeetje. Dat is het doel. Ongelooflijk. Let op de klok. Oké. Dit is apart. Dit hebben we nog niet gezien. Maar moeten we met de paintball moeten al die dingen kapot maken, blijkbaar. En ik denk dat best wel heel lastig wordt, aangezien je dus maar een paar aantal keer kan schieten. Je mag eigenlijk niet missen. Zo. Ah, je mist niks. Het ziet er goed uit. Sorry, maar. Eigenlijk moet je het zo doen, hè? Zo, op die manier. Bijna klaar. Nou, nog één. Hoppakee. Dat ging lekker. Dat zijn best wel dingen die je kan halen. Op een manier van dat je zegt van, nou, dit lukt wel. En ja, we kunnen hem nog een keer doen, want normaal kunnen we misschien wel halen. Zullen we alleen normaal nog proberen? Ben je hier ja, ik klaar, probeer alleen nog normaal te doen. De normale challenge van de paintball. Oké, kom maar op. 35. Dit is de tijdslimiet. Ja, dit lukt wel. 1 minuut 20 hebben we ervoor. Hebben we nog meer de tijd ervoor? Oké, prima. Wat dacht je daar was? Heb ik jou? Wat? Je bent er bijna. Zo, ja, dat ging lekker. Dat ging heel goed. Het is je gelukt. Zo, prima. Nou, dat was wel gaaf om te doen even. We gaan eens kijken, want we hadden nog een missie. Had ik nog een missie? Ik heb hier nog een missie. En dan denk ik dat we bijna alle missie hebben voltooid. Oh, wat is dit? Oh crap, moeten we serieus die batterijtjes gaan verzamelen? En... Oh, dat wordt best wel pittig, denk ik. Wat zegt hij? Mijn schreeuwblik huiswerken wil niet lukken. Ze deden het allemaal niet. Zou je met de fiets willen springen om ze voor me te pakken? Ik wil dat best doen als ik weet waar de fiets is. Heb je ergens een fietsenrek of zo? Dat zou heel tof zijn. Wat staat hier? Versieren. Nee, dat willen we niet. We willen niet gaan versieren. We willen een fiets. En waar? Volgens mij kreeg je dat achteraan. Kun je een fiets pakken, geloof ik. Hier zo. Hij wijst wel die kant op. Volgens mij wijst hij niet de kant op hoe je een fiets gaat halen. Daar is een fietsenrek. Hopelijk kan ik daar wel iets van pakken. Alsjeblieft. Ja, fiets oproepen. Kijk eens. Hoppakee, dit gaat goed, nat. Ik wil dat ding pakken, waarom lukt het niet? Het is echt lastig dit. Nee, waarom lukt het niet? Je kan hem ook gewoon niet lopend pakken. Je moet hem serieus met de fiets pakken, anders kan het niet. 1. Oh, yeah! Ja, shit! Het is, hoe kom je daar boven? Hoe kom je in vrees en hoe kan je daar bovenop komen? Dat kan gewoon niet. We gaan het spel verlaten, ik ben er een beetje mee klaar met het spel. Maar in ieder geval met... onze grote Sully vriend. Dus ik wil eigenlijk wat anders gaan doen. En dat is eigenlijk waar jullie misschien wel een moment waarop jullie hebben gewacht. En dat is dat we een nieuw karakter gaan toevoegen aan Disney Infinity. Want we hebben echt heel veel afleveringen gedaan met Sully. En ik ga Sully dadelijk van het plaatje afhalen. En dan gaan we een nieuw avontuur beginnen met een nieuw poppetje. En ja, ik heb hier eigenlijk twee poppetjes klaar liggen. Dat is Jack Sparrow en de Incredibles. En ik dacht dat Jack Sparrow wel heel erg gaaf was om mee te beginnen. Omdat... ja, ik denk dat de piratenthema ook wel heel gaaf is. Dus ik haal Sully van het icoontje. En ik plaats onze grote vriend Jack Sparrow op het platformpje. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Natuurlijk gaan we het piratenplekje openen. Om te kijken wat er gaat gebeuren. Piraten. En we beginnen een... ik weet niet, kunnen we een spel laden? Ik weet niet of... nee, we moeten echt een nieuw spel beginnen met Disney Infinity Jack Sparrow. Wederom is de heerschappij op zee. Volledig in mijn handen. We gaan gelijk met het bootje. Het is totaal iets anders. Wat we dan verwachten. En we gaan met het bootje varen over de woeste golven. Doorzoekt de stad en maakt een bootje vast aan de kade. Of beschiet, of dood. Oké, de pijl is je kompas. Volg de pijl om veilig aan te komen. Ga ik die kratjes slopen? Want misschien zitten er wel punten die we kunnen... ja, oh, we kunnen schieten zelfs. Met ons kanonnetje voorop. Oh, ik denk niet dat we daarheen moeten. Waar moeten we dan heen? Nou, de plek... oh, het is alweer gezonken. Mooi zo. Ik dacht, we kunnen daar niet heen. Maar aan de andere kant dacht ik van, ja, waar moeten we dan heen? Dus we gaan onder het bruggetje door. En we gaan Jack Sparrow kijken of we hem veilig kunnen stellen hier. Wat een gave missie al in het begin. Oh, de brug wordt ingestort. Oh. Wee. Zo. Varen tegen het tonnetje aan. We krijgen er geen punten door en ik denk dat we daar ons boot moeten aanleggen aan de kade. Ja, dit ziet er inderdaad kadeachtig uit. Bootje aanmeren. Huppakee. Dat ging beter dan verwacht. We hebben onze missie gehaald als Jack Sparrow. Dit ziet er heel stoer uit.
aanmeren en rennen. Onze eerste missie. We kunnen schieten met ons wapenpistooltje. En we gaan dus met ons zwaard kunnen ook vechten. En dit zijn de twee bekende gasten. Hoi kapitein, maar ik ben bang dat we slecht nieuws hebben over onze meneer Gibbs. Hij is niet dood hoor. Hij zit alleen maar eenzaam opgesloten. Arme stakker. Maar we weten waar we hem kunnen vinden. Volg ons! Ik ben van plan om te Oké, we moeten hem volgen. We gaan Mr. Gibson gaan we bevrijden. Wat lopen ze snel? Ze lopen zich sneller dan mij. Ik pak gelijk die rode knop hier. Hoppakee. En kan ik dat schieten? Ja, kijk eens. Er zit een mooie schat achter met heel veel munten. Natuurlijk een piratenschat. Uiteraard. En hier hebben we nog meer munten. Alhoewel, we hebben gewoon dozen waar munten in zitten. Hallo, moet ik hier zijn? Verder dan voor dit Mr. Gibbs? Komen we niet, meneer. Kun jij ons misschien helpen? Pats! Ik ga gelijk naar boven hier, want misschien kunnen we hier nog wat vinden. Nee, nog even helemaal niks. Ik kan die deur ook niet door. We gaan door de deur heen die we net hebben kapotgeschoten of open hebben geschoten. Ik ga hier nog even wat tonnetjes pakken. Ik weet niet of we hier moeten zijn. Het ziet er wel naar uit dat we hier gewoon dingen kunnen pakken. En we gaan door deze piratenstad heen. Kom aan bij deze brug. Of bij een open plek. Kapitein, oh. Het is een hinderlaag. Kapitein, het is een val. Dan sloop ik dit slot en neem jij ze te pakken. In gedachten zijn we bij je. In gedachten zijn we bij je. Oh jee, we gaan nu piraten schieten of vechten. Lekker met David Jones praten. Oh, ik kan ze gewoon kapot schieten. Dat is het? Serieus? Oké, dat gaat heel simpel dan. Laat ze maar komen. De andere ga ik vechten. Hoppakee. Dat ging lekker. We zijn bijna level up. Alhoewel, level 1 bijna dan, hè. Goed gespeeld, maat. Ik ben nu ja, al sterker. We zijn level 1. We zijn nu al sterker, zegt hij. Deze kant. We gaan hun achterna. En we komen hier bij een nieuw stukje stad. Ik zie nog hier nog een rood dopje. Die wil ik nog even pakken. En daar was er ook nog eentje aan de rechterkant. Het is iets verder dan we hadden gedacht. Maar Gibbs bevindt zich in die toren daar. Oké, Gibson bevindt zich in die toren daar. We moeten naar Gibson. Die zit daar helemaal achterin. Wat is dit? Het kompas wijst je naar de missiedoel. Nee, dat waren we al achter bij Monsters Infinity. University. Ik zeg het elke keer verkeerd. Ik weet het. Pakken deze dop weer, de rode dop. Wat hebben we ontgrendeld? 1 van de 5. De achterste romp van een schip. Oh, we kunnen een heel schip gaan verzamelen. Leuk. Dat maken we kapot. En een kistje. En wat hebben we daar zo? Weer een vijand. Hallo vijand, dag vijand. En daar is nog een rode dop. Ja, er loopt achter me een vijand, weet het. Let op. Kom maar, kom maar. Maar hij is weg. Oh, nou dat is makkelijk. Oh, daar loopt hij. Is dat een vijand? Ja. Doei. En hier kunnen we nog even zoeken wat we hier nog kunnen vinden. Alleen maar kratjes. We zeggen wel een beetje een barrels. Hele smichtige barrels. Ja, je kan eigenlijk elke kant op hier. Dat is wel het nadeel van zo'n open wereld. Ja, bij Monster University was het ook. Maar het is natuurlijk ook weer heel groot. En ja, verkennen. Je kent het wel. Kunnen we hier op de kratjes? Je kunt wel naar boven namelijk. Kunnen we hier klimmen, ja? Nu voel ik me echt wel een beetje Assassin's Creed met dit steltje. En een dopje. Het zeilen van een schip. Oké, we komen in de buurt. Maar daar komen we eigenlijk niet voor. Alhoewel, het is natuurlijk wel fijn als we over de daken die dingen kunnen vinden. Want dat zal ook wel een missie zijn, denk ik. Het lichaam van moerasschoonheid. Oké. We zijn ook gelijk ook hier naar boven. Want hier in die toren zit Gibson. Ik weet niet of we hier naartoe moeten. Oh, ship joh. Shipje ship. Er komen weer 2 van die bandieten. Weg! Nee! Opzouten! Goed zo. 1 schot en ze zijn dood. Dat is wel relaxed. Wow! Nou, bedankt voor het handje helpen. Dan hoef ik die deur niet zelf te bombarderen of iets. Ik pak gelijk die rode dop weer mee. We moeten alles verzamelen wat we zien eigenlijk. Hè. Dan hoeven we dat de hoed van de drakenvrouw. Wat heeft dat met Jack Sparrow te maken? Dat kunnen we hier doen. Schieten met R2. Nou, daar was ik al achter. We gaan nu verder het gebouw omhoog. En we komen vlakbij Gibson. Ik hoor hem zachtjes al vragen om hulp. Moeten we dit springen? Oh, dit gaat wel. Zo. Kijk, daar zit Gibson in de toren. In de grote toren. Kunnen we hier nog even omheen om te kijken of we nog wat zien? Alleen maar kistjes. Misschien dat er aan de achterkant nog wat ligt. Ik pak gelijk de muntjes mee. Ja, daar ligt een rood ding. De hoofd van de drakenvrouw. Dragon Woman.
Ik kan me niet herinneren dat hij in de pirate zit. Kan het wel weer mis hebben natuurlijk. We gaan hier klimmen, potje klimmen. Huppakee. Klim omhoog, de toren op. Waar gaan we heen? Gibson zit daar, ik zie het. Oh, wordt allemaal kapot gemaakt. Je bent er bijna, kapitein. We gaan een verdiepingje hoger. Ja, ik ben er bijna, ik weet het. Niet naar beneden kijken. Wat staat daar? Dat schot moeten we, of dat slotje moeten we openmaken, maar niet voordat ik hier heb gekeken. Dan moeten we daar gaan vluchten. Oh, je kunt nu best meneer Gibson redden. Ja, dat snap ik. Ik was gewoon nieuwsgierig. Yes! Voilà, red meester Gibbs. Meneer Gibbs. Is meneer Gibbs. Nu bezit? Helaas niet. Ik weet wel waar hij zich bevindt, maar werd betrapt toen ik hem wilde stelen. We moeten opschieten als we sneller dan Davy Jones bij de kaart willen zijn. Anders gaat hij er met de schat vandoor. Een schat. Als je dit blijft doen, kan ik helemaal in mijn uppie. Ja. We hebben een gouden ster toegekend. Hier zat hij opgesloten. Nou, als ze nog een keer een kogel hadden gevuurd, dan had hij op zich wel eruit kunnen vluchten, denk ik. We hebben middenin van het schip hebben. En we gaan hier, denk ik, met een kabeltje naar beneden. Yes. Wee. Yeeha. Dat is altijd gaaf, hè? Ik zie er een vijand. Hallo, meneer. Doei. We hebben nog een kistje. Oh, nog meer vijanden. Ik ga die gewoon even vechten. Oh, ik word gewoon bijna verslagen door die vent. We hebben daar een kistje. Wat zit er in het kistje? Nog meer munten. Heel veel munten. We hebben er alweer 500 in de 600 munten. Dat gaat lekker. Dat schiet op. Misschien kan ik hier nog even die topvin zoeken. Zit daar op het bruggetje. Kunnen we hier naar beneden? Dan zit op het strand. Ik denk dat we dat later moeten verkennen. Want ik denk dat dit een open wereld is waar we later weer van alles kunnen bezoeken. Daar is meneer Gibbs. Wat wil meneer Gibbs? Hallo meneer Gibbs. Hoe gaat het met u? Ik ga met u praten. Beklim de berg om de grotingang te bereiken en de kaart te pakken. De kaart ligt dus in een grot. Goed dat ik het weet. En wat is daar? Nog wat kistjes en een grotere kist. Zo. Lekker wel die munten pakken. Zo. Ik hoorde denk ik een vijand of het was gewoon een geluid. Oh, daar zit hij. Hallo. Wat probeer je nou te doen? Hè? Kom dan. Hè? Oh, hij raakt mij. Ik kan hem niet raken, maar hij mij wel. Dat is de logica aan dit spel. Ik klim hier gewoon omhoog. Zo. En ik ga hier nog hoger. En hier is de grot. Het is een kleine grot, maar daar bevindt zich de... Oh, nee! Blijf van die... Bedankt, kapitein. Ik neem deze kaart, zodat Davy Jones de schat kan gaan zoeken. Als hij hem vindt... Zit jij voor altijd vast op land? Oh, shit! Dit is een zaak voor de kok. Maar ja, die is er dus niet, dus we moeten... Oh shit, serieus? Nee, oh. Ja jongens, sorry, ik heb gefaald. Dwaas! Ik hoop dat je geniet van je verblijf op dit zielige eiland, terwijl ik heers op zee. Roep de kraken op! Oh shit. Nou, daar kunnen we dus niet meer doorheen. En hier was de schat. Nou ja, was die inderdaad. Jij hebt je best gedaan, ik heb mijn best gedaan. Het is alleen dat mijn best beter was. Oh! Het is dat mijn hulp beter was. Ik heb het best gedaan. Ik kon niet... Nou, laat maar zitten. Het is in ieder geval wel een stuk mooier geworden hier op dit eiland. En het ziet er wel heel erg mooi uit. En heel groot uit. Want het is echt... Dat donker was, zag je niet alles. Maar hier kan je alles zien bijna. We hebben ook questen die we kunnen doen. Ik zie daar een vrouw staan. Is het een vrouw? Ja. Oh, ik pak die man op. Doei. Hallo mevrouw. Die vervloekte David Jones. Ik hoorde dat hij onze klokkentoren heeft verwoest. Dat moet ik met eigen ogen zien. Wil je mijn handje helpen, kapitein? Natuurlijk wil ik dat. Jack Sparrow staat voor u. Ja, daar is hij. Ja, hij is kapot. Hij is duidelijk zichtbaar. Ik moet haar oppakken, denk ik. En ik moet haar gaan begeleiden naar dat plekje. Gooi haar gewoon eraf. Kan het? Nee. Ik moet haar serieus helemaal gaan meenemen. Gaat ze echt niet achter me aan? Ik ga het proberen. Wacht even. Gaat ze niet achter me aan? Kom eens. Kom dan. Nee, serieus, ik moet haar gaan tillen. Och, Jezus. Waarom moet ik die vrouw gaan tillen? Ze kan toch zelf gaan lopen, zijn benen? Nou, het is gelukkig niet zo'n groot stukje. Dat scheelt heel erg. Ik ga gewoon kaart gooien hoor, want dit duurt veel te lang. Huppakee.
Dit gaat veel sneller. Ja! Ja, ze ziet nog niks, want ze kijkt naar zo'n grote lamp die voor de hoofd staat. Maar inderdaad, het is kapot. En dat kon je echt wel vanaf die kant zien. Nog een nieuwe quest hier. Hallo meneer, wat is er aan de hand? Luister, ik weet een geheim. Vlak buiten de stad is een schat verstopt. Ik wed dat wij... Wat een vies lachje. Ik wed dat wij die schat kunnen vinden. Dat hoop ik ook. De pijl wijst me de weg. Dit is wel makkelijk, een soort routeplanner in de game. Haar van Kaper. Waar kunnen we heen? We moeten de groene pijl volgen en dan gaan wij een schat zoeken die verstopt is. En misschien is die wel waardevoller dan de schat die David Jones heeft meegenomen. Dat hoop ik tenminste wel. Dat kan ik niet garanderen, maar wie weet. Ik ga netjes de trap nemen, zodat we een beetje de eiland kunnen verkennen waar we heen kunnen en waar de weg is. Want dat is allemaal leuk en aardig. Dag mevrouw, ik ga niet weer optillen. Ik hoop niet dat ze weer een quest heeft. Til me maar op, lieverd. Ik ben al veel te oud. De kaart is dus verdwenen. Dan moeten we zelf maar achter de schat aangaan. En de enige die de weg kent is Tia Delma. We hebben een schip nodig om naar haar toe te gaan en duiten om zo'n vaartuig te kopen. Het gaat dus om die schat. Aan de slag en hijs de zeilen. Je kunt veel meer doen als je je eigen schip in de speelgoedwinkel haalt. Welke koers varen we, kapitein? Ja, ik vind het helemaal mooi, we hebben een piratenschip ontgrendeld. De missielog houdt je missies bij. De missielog houdt het allemaal. Krijgen we die uitleg weer? Ga naar de log. Van hieruit kun je naar de missielog en de speelgoedwinkel gaan. Open de missielog. Hier kun je alle missies zien die je hebt geaccepteerd. En een specifieke missie activeren. Kies een missie om te activeren. Zodra een missie is geactiveerd, wijst het kompas de weg. Geweldig! Ja, ik vind het heel mooi. Ja, ik weet het. Je kunt dit kopen. Ik ga hem ook gewoon gelijk kopen. Huppakee. Zijn we er ook vanaf 600 punten. Filmpje. Je schip is terecht. Het ligt bij het laadplatform. Kapitein? Prima, dankjewel. Maar we gaan niet naar het laadkapitein. Of het laatste dingetje. We gaan die schat buiten de stad gaan we een schat zoeken. En we gaan hier het strand op. Oh, wat grappig, joh. Hier zou wel een schat moeten liggen. Dus dat is dan meestal zo. Oh, daar ligt die. Nou, die lag wel heel erg verborgen hier. Ik dacht, we moeten gaan graven of zo. Nu krijgen we hem open. Wauw, wat ligt er allemaal in? Allemaal munten. Yes! Kunnen we trouwens in het water zwemmen? Ik ben heel benieuwd. Nee. We worden gelijk geteleporteerd naar het land. Nee, je mag niet in het water. Net GTA Vice City. He? Dan mocht je ook niet in het water weer. Maakt niet uit, je hebt nooit een zwemdiploma gehaald. En in San Andreas wel, maar het is geen GTA. Alhoewel, het is wel een open wereld. Maar hier heb je dus ook nog geen zwemdiploma. Zelfs een kapitein heeft geen zwemdiploma. Wat triest. Hij moet verplicht met een schip eigenlijk. We gaan naar het laaddok. Ja, er zijn nog genoeg missies die je kan doen hier. Er zijn er te veel. Koop een zeewaardig schip en hijs de zeilen. Prima, dan gaan we eens even volgen. Het schip hebben we dus al gekocht. En nu gaan we dus naar een plek even kijken. Is daar het laaddok? Oké, dat wist ik niet. Ik ga even deze kistjes kapot slaan, want die muntjes hebben we hard nodig. Ja, we volgen het pad. Ik denk dat het wel ergens aan de kust ligt, want het was een plekje waar we nog niet waren geweest. En daarachter kan je ook nog heen. Dan zie ik ook nog een cirkel staan met vraagtekens. Ik weet niet wat daar is. Oh, ik ga verkeerde kant op. Hier over de brug heen. Pets! En hier is het laaddok. Het is wel een heel triest schipje dit hoor. Ik ben blij dat ik wel wat nieuws heb gekocht. En zit daar dat hele schip in? Wow! Oké, het is een miniatuurschip. Fijn dit. Ik had gehoopt op wat grootes. Maar oké, als dat dan... Ja, misschien de prijs ook 600 coins is niet zoveel. Ik had het eigenlijk wel... Oh! Nee, het is dus wel een groot schip. Mooi. Het is Disney Infinity. Alles is mogelijk. Wauw, dit is een mooi schip. Oh, daar komt hij hoor. Wauw, dit is echt gaaf. Ja, die is wel iets groter dan ik had, dan ik dacht. We hebben de missie gehaald, dat is mooi. En ik loop ook gelijk naar het schip, want kijk eens hoe mooi. Hij komt gelijk in de haven. Koop een schip en Gouden Ster toegekend. Vind Gibbs op je schip.
Ik wil nog niet gelijk vertrekken hoor, met dat schip. We hebben nog niet eens deze wereld verkend in deze aflevering. Ik zal de kratjes niet slopen, want dat helpt ons eigenlijk een verdieping hoger. Aan boord. Kom op! Nee! What the fuck? Oh, je moet gewoon met A klikken dus. Aan boord. Zo. We springen aan boord. En daar staan ook nog allemaal questen. We moeten eerst naar die vent toe hier, die Gibson. Hallo. We hebben je nodig aan het roer, kapitein. Maar ik wil het roer niet... Dit wil ik nog niet doen. Ik wil nog echt niet weg hier. Maar kijk voor al die questen hier, joh. Kan je toch niet maken? Vijand over bakboord. Heel ver weg over bakboord. Breng je vijanden van een afstandje tot zinken met de lange afstandskanonnen. Kom er nu een. Gaan we serieus op zee dadelijk? Dat is wel heel gaaf. 1000 punten, dat kan ik nooit betalen. Daar moeten we echt voor sparen. En wat kunnen we hier doen? Een touw. Kunnen we naar boven toe klimmen. En wat zit er in de mast? Ook nog allerlei dingetjes. Nou, niet dat ik zie. Misschien kunnen we nog hoger klimmen in de touwen. Ook niet. Wat is dit voor blauw spul? Oh, dat is van die quest. Oké, prima. Dan gaan we met hem praten. Wat hebben we? Kapitein, met het nieuwe roer kunnen we sneller keren tijdens de strijd. Oh, je kunt dus een roer kopen voor 750. Dat is ook handig voor het schip. Zie je, ik kan nog helemaal niet op zee gaan, want we hebben nog niet eens een stabiel schip. We zouden die grote schepen wel aankunnen, maar dan hebben we extra boordkanonnen nodig. 1500 coins. Nou, ik ben nog wel even bezig, denk ik. Want we hebben echt bijna meer dan 3000 coins nodig, denk ik, uit mijn hoofd. Dus dat is nog even sparen en missies doen. Nou mensen, ik ga nog even rondspeuren. Ik hoop dat je het leuk aflevering vond. Vergeet niet te liken. Abonneer in het midden van het scherm. Dan zien we volgende keer terug bij deze Disney Infinity Pirates afleveringen. Toch? Doei!